Hallo, Joske hier. Ik ben vrijwilliger in de Roma sinds 3 seizoenen. De Roma is mijn favoriet. In de Roma, op mijn favoriete plaats, hier achter Toog. Hier ben je ook nooit alleen. Iedereen helpt waar hij kan en je geniet van prachtige films, muziek, tof publiek, top of the bill optredens en cultuur à volonté. Mijn plaatsje. Bestellingen intikken. Een duveltje hier, een stout mokken daar. Een kavatje, een wijntje, rood of wit. Radio Minerva, de swingende senioren. Pintjes, koffie en thee. Luisteren naar hun wel en wee. Cake, cake, is er nog cake? Haha, de senioren zijn snoepertjes. De Roma is plezier maken, superlieve collega's. Links en rechts van mij, Inge, Griet, Chris. En achter de bar, de tap. Luc 1, Luc 2, Luc 3. Dat brengt geluk. Hoeveel Lucen zijn er hier eigenlijk? Veel. Dan hebben we Lucien, onze maestro. Honderden glazen wast hij af in een recordtempo. Moest dit een discipline zijn op de Olympische Spelen, hij won goud. Goud, zeker en vast goud. De Roma-vrijwilligers zijn mensen met een gouden hart. Paula, Francine, Jan, Jo, Emil, Gertje, Fifke, René. Te veel namen om op te noemen. Hoeveel juist? Ik denk wel een 500-tal. De Roma is zoveel meer dan een prachtig gebouw waar ik van hou. Een diamant met vele schitterende facetten. Keep on shining, Roma. Ziezo, mijn shiftje zit erop en zobiet ga ik naar huis, glimlachend met een gevoel van contentement en grote tevredenheid. Dag Roma, dag mijn collega-vrijwilligers. Tot snel.